Voor de wedstrijd vragen we de NEC-supporter naar de uitslag. Vandaag vroegen we aan de moeder van onze aanvoerder en hoorden we meteen waar hij altijd zijn kracht vandaan haalt. Hoeveel? 2-0. Ja. Spannend. Ja, zeker. Want ik kwam voor mijn zoon. Wie is dat? Greg Breinburg. Ik heb zoveel respect voor Greg. Diepe dalen gehad dit seizoen en toch elke keer weer vooraan in de strijd. Hè? Waarom? Hij heeft zijn geloof. Hè? Ja? En geloof beur hem op. Ja. Wij praten ook veel en ik bemoedig hem iedere dag. Van goed dan is, goed gaat, maar jij moet er zijn. Je moet het doen. Jullie moeten het doen. Jullie team moeten het doen. En wat heeft u vanochtend tegen hem gezegd? Want hij gaat geloof ik voor de wedstrijd altijd even langs u. Ja, ja. Ik zeg gewoon, zet hem op. Jullie kunnen het. Het is bewezen. Ja. Want het laatste tegen twee goede clubs, AZ en Heerenveen, hebben jullie gemaakt. En met zulke clubs helemaal top. We spraken je moeder heel toevallig voor de wedstrijd. Die had er al heel veel vertrouwen in. Ja, mijn moeder is iemand heel belangrijk voor mij in mijn leven. Ook in een moeilijke situatie met NEC berichten mij zij mij misschien wel zonder te overdrijven 10 keer op een dag dat alles goed zou komen. En als hij dat zegt, dat zou het wel zo zijn.